Deze beschouwing, die gaat over het vergeven van je moeder. En ja, ik laat even een pauze vallen. Ik wil een goed begin maken. Want er schieten mij in één keer allerlei dingen te binnen. Laat ik beginnen bij het begin. Ik kijk regelmatig de laatste tijd naar Jesse Lee Peterson. Dat is een negro-wiede man en hij is een predikant geweest, praktiserend. En nu doet hij vergelijkbare dingen en zo. Maar hij zit nu op de radio. Er zat een linkje naar hem onder deze uitzending. Kon je hem ook even gaan luisteren? Hij komt ermee. Veel mensen, hij heeft zo'n call-in show. En er zijn de mensen die hebben het dan over van alles. En zo nodig, dan vraagt hij aan die mensen: heb jij je moeder al vergeven? En dan gaat het met name als die mensen stilstaan bij vervelende dingen in het leven. Of in hun leven. En prompt vraagt hij dan: heb je je moeder al vergeven? En Jesse Lee Peterson, die gaat het er dan om dat in de meeste gezinnen gaat het niet goed tussen de ouders onderling en daarmee tussen de ouders en de kinderen. En zegt hij, de vrouwen dragen de grootste schuld aan de huwelijksconflicten. Nou, in het huwelijk wat ik op de klippen heb zien moeten lopen met leden ogen, was dat ook zo. Het was haar schuld. Dus nou ja, in mijn geval heeft hij gelijk. En andere huwelijken die op de klippen zijn gelopen. Het huwelijk van mijn ouders ging ook op de klippen. En ja, toen die problemen tussen mijn ouders ontstonden, was ik 3,5, 4 of zo. En ik weet, toen ik wat ouder werd, toen waren de problemen al gaande. En dan was mijn vader was zwaar aan de drank. Nou, dat is niet bevorderlijk voor de gezinssituatie. En dat had hij natuurlijk niet mogen doen. En dat kan ook zijn geweest uit frustratie. Iemand gaat natuurlijk niet zomaar zoveel drinken. Hij was totaal gefrustreerd. Dus mijn moeder had wel degelijk een aandeel in de breuk tussen haar en mijn vader. En tegen ons deze niet bijster aardig. En dan kan je weer zeggen, ja, dat kwam ook doordat je vader weg was. En dat was toch wel een hele zware last voor een vrouw alleen. Ja, maar dan nogmaals, zij had een aandeel in de breuk tussen haar en haar man. Dus die scheiding was niet alleen mijn vader zijn schuld. Een man laat zijn kinderen niet zomaar in de steek. Dat is typisch een uitspraak van Jesse Lee Peterson. Dat doet een man niet zomaar. Of niet zomaar. Daar zit wat achter, er zit wat onder. Er zit wat in, er zit, zeg het maar. Een vader doet dat niet zomaar. Dus daar moet mijn moeder een aandeel in hebben gehad. Ja, en dan sta je er alleen voor als moeder. Dat is natuurlijk niet makkelijk. Maar dan hoef je dat nog steeds niet af te reageren op je kind. Hè? Laten we wel wezen. Het geeft je geen recht om het af te reageren op je kind.
En mijn zusje en ik hadden het niet makkelijk met mijn moeder. Veel straf gehad. Om niks, hè. Mijn moeder zei, nou... Mijn moeder zei ook nog een keer, dat was niet zo lang geleden. Ze zei, nou, maar jij als kind, dan gaf ik je straf en dan stuurde ik je naar je kamer. En dat vond je dan helemaal niet erg. Nou, dat vond mijn moeder echt klote gedrag van mij. Ja. Ja, dat is nu een keer zo, dat ik ben niet... Ja, ik hoef niet bezig gehouden te worden. Dus als ik naar mijn kamer werd gestuurd, dacht ik van, nou oké, dan ga ik op mijn kamer zitten. Dan had ik allemaal knutseldingetjes, of een boekje lag er nog, of ik ging een tekening maken. Of... Ja, dat is mijn moeder. En dan kwam ik naar boven en dan zei ik, de straf is voorbij. En dan kwam je niet eens van je kamer af. Nee, dan was ik bezig. Ah, mijn moeder werd er helemaal gek van. Ja. Nou, later is met het huwelijk wat ik had met een kind, haar kleinkind. Nou, toen heb ik haar ook leren kennen. Hoor. Ik denk van jeetje, man. Daar ben ik behoorlijk gefrustreerd over geraakt. Echt boos. En begin dit jaar, of ja, was het april of zo. Toen heb ik haar gebeld en gezegd dat ik niet meer boos was. Ik heb nog wel even gezegd waarom ik boos was en wat voorbeelden genoemd. Wow, was ze daar nou... Nou, ze vonden volgens mij geen leuk telefoongesprek. Terwijl ik alleen maar zei dat ik niet meer boos was. Maar het feit dat ik dus boos ben geweest en ja, dat ik vind dat ik, nou, terecht is een groot woord, maar ja, het is niet raar dat ik er gefrustreerd en verdrietig en dus boos over was. En mijn dochter werd verwaarloosd en mishandeld door de moeder van mijn kind. We gaan moeder dus. En mijn moeder heb ik op de hoogte gebracht van die dingen. En bij mijn moeder ook dingen neergelegd. Van nou, bel je schoondochter een keer op en roep haar tot de orde. Of zie maar, ja, het maakt mij niet uit wat je doet, maar doe wat. Doe, wie zwijgt, die stemt toe. En je moet haar, je moet die moeder geen toestemming geven. Je moet die moeder niet bevestigen in dat absoluut onacceptabele gedrag. Naar een afhankelijk mens, te weten mijn kind. Te weten het kleinkind van mijn moeder. En mijn moeder die loste dat dan op door met het kleinkind, haar kleinkind, mijn dochter, leuke dingen te gaan doen. Ja, maar dat is... Ja, dat had ik punt 1 niet gevraagd. En punt 2, het is natuurlijk wel leuk dat ze leuke dingen gaat doen. Maar dan denk ik, ja, dat vind je zelf ook leuk om die leuke dingen te gaan doen. He, lekker gaan shoppen met mijn dochter bijvoorbeeld. En dan mijn dochter cadeautjes geven. Dan denk ik, ja. He, maar het gaat hier over verwaarlozing en mishandeling. En dat maak je niet goed door dan zelf maar te komen met spullen. Want je krijgt geen schoenen van je moeder, nou dan krijg je ze wel van oma. Nee, je zat in... De schoondochter moeten bellen en moeten zeggen van... Hé, ga schoenen kopen voor je kind. Of moet ik het doen? Het is nou dat ze de moeder van de moeder, dus mijn schoonmoeder... Hè? Haar collega-oma moeten bellen en zeggen van... Heb je het ook gehoord? Jouw dochter koopt niet eens schoenen voor ons kleinkind. Wat denk je dan er zelf van? Dus nou, ze hadden een afspraak gemaakt met z'n tweeën, dat ze met z'n tweeën langs waren geweest bij dat gezin, bij die moeder. Dat was allemaal na de scheiding, hè. Hadden met z'n tweeën op bezoek. Twee leggen meer in de schaal dan één, hè.
Want die moeder hoort dat te doen. En dan gaat ze in plaats van zelf maar schoenen kopen. En mijn dochter helemaal blij. Van, oh, van oma krijg ik schoenen. Ja, ja. Ja, dat vind ik natuurlijk wel leuk. Maar daar ging het niet om. He, waar het om gaat is dat die moeder alimentatie kreeg. En die moeder heeft een vaste baan. En ze heeft aan de scheiding een enorme hoeveelheid contant geld overgehouden. Kortom, er kan genoeg af voor het kind. En die moeder moet ter verantwoording worden geroepen. Nou, dat heeft mijn moeder vertikt. Daar was ik erg boos over. En ik denk nou van, ja. Oh, ik ben er niet meer boos over. Dat. Maar dat zegt wel wat over iemand. Ze heeft het wel gedaan. En toen ik haar er dus mee confronteerde, dat ze ook nog een uitvlucht zocht. Van, ja, maar ik wist het helemaal niet en zo en zo. Toen zei ik, nou, dat is niet waar. Want lalalala. Dan zei ze, ja, daar heb je wel gelijk in. Maar allemaal dingen die wilde ik. Ik wilde het niet weten. Zo was het uiteindelijk dan het hoge woord. Ik wilde het niet weten. Nou, dat is niet oké. Dus Jesse Lee Peterson heeft dan gelijk wat het dan gaat om het vergeven van die moeders. Ik zeg niet dat alle moeders zo zijn hoor. Dat, gelukkig niet zeg. Maar als je het hebt over gebroken gezinnen. Al die vrouwen die hebben er wat mee te maken. Op een manier die in de regel niet onderkend wordt door de familie of de omgeving. Of door de kinderen. En zo ken ik nogal wat vrouwen. En die hebben zich zwanger laten maken door een buitenlander. Uit Afrika of zo. En die mannen hebben zo'n lekkere laissez-faire mentaliteit. En dan gaan ze weer eens wat anders doen. En dan zijn die vaders opgesodeluikerd. En dan zitten ze daar alleen met die kinderen. En als een man hebben ze helemaal niks. Ja, wie zijn schuld is dat? Ja, ik vind van die moeder hoor. Het is allemaal wel leuk, zo'n tropische verrassing. Ja. Maar een beetje denken aan de toekomst, hè? Ik ken ook zo'n geval hoor, dat zo'n vrouw met een man uit Afrika, een Marokkaan. Dat is een beroemde man, een beroemde schrijver. Hij heeft nog geweldplegingen zo gedaan aan die vrouw toe. Uiteindelijk maar de boel verlaten en op een zuipen gezet. En zijn zoon in de steek gelaten. En andere mensen moeten er inspringen met geld. En die zoon gaat helemaal niet lekker op school. Of ging niet lekker op school. Hij zal nu al. Zal de HAVO, of zoals hij dat überhaupt gehaald heeft. En het haalde hij niet eens. MAVO of zo. En die werkte nou als pizzacourier of zo. Oh ja, en hij was obese. Hartstikke dik. Een jongen van, wat oud was je toen? 14, 15 of zo. Hartstikke dik. Ja, zo gaan al die gezinnen in Nederland. Het is. Ja. Ik ken in de Spijkerbuurt hier in Arnhem. Er waren een paar gezinnen waarvan ik dacht, nou, die draaien lekker. Een vriendelijke moeder. En blije kinderen. Gewoon stabiele kinderen.
En voor de rest was het allemaal van die moeders dat je denkt, mijn god, waar ben je mee bezig? En die moeders, die moeten allemaal vergeven worden, net als ik mijn moeder heb vergeven. Dat je niet meer boos bent op zo iemand. En nu heb ik ook tegen mijn moeder gezegd van ja, zo zijn vrouwen. In mijn familie. Dit is niet leuk. Dat gaat me dan te ver. Er is geen waardering van mijn kant voor dat wat ze gedaan heeft. Maar ik ben niet meer boos. Als mijn moeder zou bellen met een vraag van dit of dat of zus of zo, dan ga ik er niet zeggen van nou, ik ben nog steeds boos of zo. Nee, helemaal niet. Maar het viel me wel op dat ze weinig onder de indruk was van de dingen die ik haar voor de voeten legde. Dat ze meer zoiets had van, oh ja, nou ja, als je er zo over denkt. Dus ik denk van ja. Ik weet nog een keer dat mijn dochter, dat was al na de scheiding, en dat mijn dochter tegen me zei, heel boos. Nou, jij propt me helemaal vol met snoep. Dat ze dan van haar eigen moeder, hè? Die moeder van mijn kind, die maakte mij altijd zwart in de ogen van het kind. Ah, trouwens, tegen iedereen zat ze over mij te klagen. Die persoon heb ik ook vergeven, hoor. Daar ben ik ook niet boos meer op. Maar waardeer ik dat gedrag van die vrouw? Nou, ben jij man. Ben je geen masochist? Maar ik ben niet meer boos. Dat niet. Anyway, mijn dochter is er tegen mij. En nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik heb nooit dat kind volgepropt met snoep. En dat taalgebruik, dat komt typisch van die moeder. En mijn dochter, die papegaait dat daarna. Hè? En ik vertel dat aan mijn moeder. En de achterliggende gedachte was tweeledig. Aan de ene kant is dat mijn dochter, die krijgt een leugen te horen. En van leugens, daar word je niet blij van. Dus ze maakt een soort verzoek aan mijn moeder om dan, als het moment daar is, een keer tegen haar kleindochter te zeggen van nou, wat je mama zegt over papa, dat hij al volplopt met snoep, nou dat is echt niet waar hoor. Zo is jouw papa niet. En aan de andere kant, mijn moeder dan tegen mij zegt van jeetje jongen, wat vervelend voor je. Hoe lang is dit al wel niet bezig, dit soort opmerkingen? En dat ik tegen mijn moeder kan zeggen, nou, echt al een hele tijd. En dat mijn moeder zegt, oh, wat lullig voor je. Ja? En in plaats daarvan zat mijn moeder me uit te lachen. Nou, zeg, jij maakt ook overal een probleem van, hè? Dus ik denk, waar overal een probleem van? Mijn dochter nam dat heel serieus hoor. Van, ja, als je volgepropt wordt met snoep, nou, dan kan je darm- en maagproblemen van krijgen. En dan kan je tandproblemen van krijgen. En mijn papa die doet dat. Dus voor mijn kind is dat een heel zwaar en ernstig iets. En dan heb ik het weer gedaan. En mijn moeder zat me uit te lachen. Ze vond het eigenlijk wel grappig, zullen we maar denken. Nou, ik vind het helemaal niet grappig wat die moeder deed. En ik vind het ook niet grappig dat mijn moeder zo reageert. Mijn moeder dan, hè? En nu denk ik vannacht. Mijn tante Irene, die had ik van de week aan de lijn. En die vroeg er nog naar van, hoe gaat het tussen jou en je moeder? Boter dat alweer een beetje. Die weet dat er wat wrijvingen waren. Ik heb haar gebeld en
Ik heb gezegd dat ik niet meer boos ben. En ik zei er ook achteraan, ja, en ze heeft geen sorry gezegd. En ze heeft ja, op dat terrein ook niet gezegd van nou... Het is inmiddels alweer een paar jaar geleden, dus voor sorry vind ik het een beetje laat. Maar ik begrijp wel dat het veel vervelend voor je was. Hè? Zoiets zou ik ook genoegen meegenomen hebben. Begrip. Hè? Ik bedoelde het niet zo. Of aan mijn kant misschien ook een steekje laten vallen. Maar het is te laat om sorry te zeggen. En wat vervelend voor je dat het zo gelopen is. Ik begrijp dat je daar gefrustreerd van bent geweest. Ook niet, hè? Nee, gewoon lauw loenen heet dat. Heel lauw. Nou, ze is mijn tante. Het is ook een beetje die familie hoor, van haar. Die zijn zo. Ik denk, ja, misschien is dat ook wel zo. En niet iedereen is gevoelig en ja, keihard gaande voor de waarheid. Niet iedereen. Het is in één keer niet zo. Dat is jammer natuurlijk. Maar... Ja, ik kan er niks aan veranderen. Belangrijk is om niet meer boos te zijn. En die mensen te zien naar hoe ze zijn. En dat geldt niet alleen voor moeders, dat heb ik ook met andere mensen hoor, waar ik gefrustreerd over was en waarvan ik nu denk van ja, die lui zijn zo. Dat is vreselijk dom. En met die mensen heb ik nog samen willen werken ook. Maar dat moet je helemaal niet willen. En wil je dat dan toch en zet je door zoals ik gedaan heb? Ja, ja. Je naait jezelf een oor aan. Je pist in je eigen broekzak. Hè? En dan krijg je de teleurstelling. Nou, in het geval van mijn moeder natuurlijk niet. Want ja, die kreeg ik. Hè? Die heb ik niet gekozen. Daar heb ik het mee moeten doen vanaf het begin. Maar dan nog blijft dat ik dus in de keuze voor mijn leven, wat ik dagelijks doe en wat ik mee wil maken en zo, heb ik de keuze of ik mijn moeder erin betrek of niet. Of ik het belangrijk vind dat mijn moeder blij is met mij of zo. Of dat ik dat er lekker in het midden laat. En dat laatste is het beste idee. Dat zei mijn moeder dan ook tegen mij, was dat gesprek dan, hè, waarin ik haar, zeg maar, vergaf. Ik zei, nou, we hebben het, ik ben daar en daar boos over geweest, maar nou ben ik niet meer boos. Dus ik zal nog één keer vertellen waar ik boos over was, want dat had ik ook niet verteld. En dan ben ik er ook klaar mee, ja. Wel, dit is voor jullie oren bestemd en niet voor haar oren. Dit is ook niet om mijn lot te beklagen of zo, dit gaat om een maatschappelijk fenomeen. Want dit treft niet alleen mij. In dit geval gaat het dan over mij. Dus daar weet ik lekker veel van. Na, 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 na. Maar ik weet dat er andere vaders zijn die hebben hetzelfde hoor. Vraag maar aan Jesse Lee Peterson. Die kan je er alles van vertellen. Massa's hè? In Amerika onder de negroïde bevolking. Daar worden 9 op de 10 kinderen, dus 90% van de kinderen, die worden geboren ja, buitenechtelijk en groeien op zonder vader. Ja, en daar zit het drama. En mijn moeder die zorgde ook in de eentje voor mij en mijn zus. Ja, dat is iets dat kan je niet aan een vrouw in de eentje overlaten. Hè, als je een
een weduwe bent en dan kan je er natuurlijk niks aan doen. En dan is de situatie totaal anders. Hoe jouw kinderen zullen nooit boos op je zijn omdat je man overleden is. Hè? Want daar kan je niks aan doen. Maar als jij ruzie hebt gemaakt met papa, en je kinderen die zijn er natuurlijk getuigen van geweest. En dan komt die breuk. En dan zijn je kinderen boos op jou. Los van het feit of ze die boosheid naar je toe uiten. Want die kunnen ze heel goed onderdrukken. Maar de relatie met je kinderen is zwaar verstoord. Want het DNA van je kind is voor de 50% het DNA van papa. En in DNA zit kennis en karakter en van alles. Hè? Ja, ook kennis, dat hoor je goed. Dus je kind is voor de helft van het DNA van de vader. En jij hebt dus het echte DNA van de vader, de 100%, die heb jij de deur uit gejoeperd of de deur uit gewerkt of... Dus dat kind is maar vanuit het DNA van de vader boos op jou. En dat ga je merken op een of andere manier. En daar begint de grote verstoring en de chaos. En de puinhoop van de maatschappij. En de maatschappij, hè, dat is een... Een systeem gerund door de antichrist, zo heet dat. Dus, een systeem wat erop gericht is dat de hele boel naar de rasmedee gaat. Oh, dat geloof ik niet. Ik geloof dat onze regering het beste met ons voor heeft. Maar dat is dus niet zo. Onze regering heeft nog nooit het beste met ons voor gehad. We hebben tijdelijk gekregen waar we om vroegen. Dan denk ik met name aan de jaren 50. Toen het onderwijs behoorlijk op gang kwam. En de instituten zoals de Landbouwhogeschool hun begin vonden. Ja, toen ik eind jaren 70 op de Landbouwhogeschool kwam, was dat een heel goed onderwijssysteem. Waarin mensen zoals ik, en ik heb dan een vrij behoorlijke kennisvermogen. Ja, ik kon me er echt uitleven. Ik heb er geweldig genoten in de zin van de kennis die ik opdeed. Hè? Dat was super. Maar dat onderwijsgebeuren wat ik heb mogen genieten, dat is helemaal weg. Niks meer van over. So be it. En die antichrist, die maakt dus het onderwijs kapot. Het onderwijs wat mijn dochter heeft genoten, dat is een lachertje. En die antichristelijke regering van ons, die maakt het heel makkelijk voor vrouwen om een scheiding aan te vragen. Maar mannen kunnen ook heel een scheiding aanvragen. Ja, maar een man doet dat in de regel niet. Want dan ziet hij zijn kinderen niet meer en dat wil een man niet, hè? Met de uitzondering dan van die drie vrouwen met een man uit Afrika. En die interesseert het helemaal niks. Nu heeft een Hollandse vrouw zwanger geschopt. En die denkt, nou in. Dat is een hele andere cultuur, zullen we maar zeggen. Ongevoeliger wat dat betreft. En dan die moeders hebben er dus voor gekozen om op hun rug te gaan liggen. En hun knieën uit elkaar te doen. Voor zo'n sujet. Ben je ook schuldig.
En heb je ooit verkeerd gedacht? Met ernstige consequenties. Dus dan kom je alsmaar terug op die moederen. Die moeders die maar doen. En de kinderen die die moeders moeten vergeven. Voor hun onverantwoordelijke gedrag. Want dat hoort niet. Hè? Een vrouw die dient een man te kiezen. En ze moet die man behulpzaam zijn. De man heeft de meeste creatieve energie. Die heeft het meeste inzicht. Ik spreek even gemiddeld dan. Hè? Maar gemiddeld gesproken heeft de man de meeste creativiteit, het meeste inzicht, het meeste doorzettingsvermogen. De meeste power. En de vrouw, die moet die man behulpzaam zijn, ondersteunen. Als die man zegt, pas op, dan moet die vrouw zeggen, waarvoor? In plaats dat die vrouw zegt, dat maak je zelf al uit. Er is veel gelegen hoor aan wat er fout gaat in gezinnen met een moeder die veel te eigenwijs is. Alles beter weet. En niet volgt. Ja. Ik had hier zo'n man op bezoek. Heel eventjes. En die kwam een computer ophalen die ik verkocht had via Marktplaats. Een heel oud ding. Echt iets voor een hobbyist. Als consument kan je er helemaal geen donder mee. Een loeres van een ding. En was er gehannes, want hij zou eerst... dan komt er zaterdag komt er iemand langs. En dan werd er afgebeld. Het zou dan zondag worden. En dan vertelde hij dat... was het nou? Oh ja, hij stond op punt om weg te gaan. En toen vroeg ik aan hem van, waar moet je naartoe? Hè? Om hem goede reis te wensen. En dan wil je even weten, waar moet je helemaal naartoe? Noord-Groningen, West-Friesland, zeg maar. Toen zei hij, nou, in eerste instantie moeten we naar de bossen. Ergens in Arnhem-Noord of bij Apeldoorn. Ja, zei hij, want... dat moest ik wel beloven, want anders had ik niet hier naartoe gekund om die computer op te halen. Nou, zoiets, hè. Dan denk ik, oh. Dat is weer zo'n vrouw, hè. Terwijl ik denk, die man... Dat was typisch zo'n man met zo'n auto van de zaak en... 's morgens om 8:30 is hij op kantoor en nog even wat doornemen. En dan gaat hij daar gelijk weer de deur uit naar de eerste klant. En weet ik veel, onderhoudsmonteur of zo. En als hij pech heeft, moet even niezen. Dan is hij vrijdag pas om 8:00 thuis. Hè? En dan heeft die man zijn vrije weekend en dan wil hij zijn hobbycomputer ophalen bij Perry. En dan zo'n vrouw. Nou, dit is zondagmiddag en dan wil ik weer lopen en dan moet jij weer. Dus dan heeft hij moeten verzinnen van nou, dan combineren we dat wel. Nou, dan is het goed. En ik ken het hoor, ik heb het ook jarenlang gehad. Denk ik ook in ene dat de moeder van mijn kind die heeft mij een baantje in de maag gesplitst als voorzitter van de Arnhemse Lets. Daar had ik ze niet om gevraagd, hè? Dan had ze mij gewoon in de maag gesplitst. Daar heb ik er later nog op aangesproken. Want in eerste instantie was het dan voor een keertje, hè? En een keertje, dat werd nog een keertje. En toen werd het. Dan had ze dat kennelijk doorgegeven aan de rest van het bestuur. Van ja, Perry die is voortaan er altijd.
Ik zit naar haar toe. Ze zei van, hey, wat heb je nou gedaan? Ja, zei ze, dat leek me een goed idee voor jou. Ik zei, ja, maar dat heb je helemaal niet met mij overlegd. Nee, zei ze. Want ik vond dat een goed idee. Nou, als ik het een goed idee vind, dan doe ik dat. Ik denk, ja. Dus toen had ik die baan als voorzitter. En nou kwam me dat niet helemaal slecht uit. Maar er waren ook wel andere methoden geweest. Dat ik volledig mijn zin had gekregen. En dan op een iets andere manier. Maar nu is het in één keer dan zo gelopen. Ik denk, laat me gaan. Hè? En dan moet ik op een zondagmiddag. Moesten we ergens naar een gezamenlijke vergadering in de regio. Een os of zo. En op de terugreis zit ik met een andere vrouw in de auto. En die zegt tegen mij, ja, het is trouwens zondagmiddag. Moet je dan niet gaan wandelen met je gezin? En ik krijg nou. Krijg nou, Tiete. Ik word erin geluisterd. Ik krijg een baan die ik helemaal niet wil. Dan moet ik op zondagmiddag naar Os. En dan krijg ik op de terugreis nog een standje van een andere vrouw. Die dan zegt, moet je niet gaan wandelen met je gezin? Dat is de toestand van de Nederlandse vrouw. Ze zegt, verschrikkelijk. En dat geldt niet, gelukkig niet voor alle vrouwen. Dat, er zijn een aantal vrouwen, niet veel, maar zo direct weet ik er één te noemen. En dat is niet veel natuurlijk. Twee, nou oké. Twee. Nou goed, drie. Ja. Maar je hebt het gehad. Ja, maar Perry, zo iemand als jij kent vast heel weinig vrouwen. Oh ja, joh. Nee, dan heb ik het echt over een vrouwenaantal in totaal. Van, weet ik veel, 60 vrouwen of zo. Zeg maar 1 op de 20. Daarvan, nou, denk ik, ja, daar heb je wel wat aan. Als man. Die steunen je wel. Dat lukt wel. Maar voor de rest, ja, die 19 op de 20, denk je, nou, je zal er maar mee getrouwd zijn, hè? Hoor ik ook zo'n opmerking, echt zo'n typische opmerking, hè? Van, dat ik aan zo'n man vroeg, dan sprak ik hem weer en zeg je, en hoe gaat het thuis? Eens in de maand of zo sprak ik hem. En hoe gaat het thuis? Ja, met het gezin. Oh, sorry. Ik weet niet wat ze de laatste tijd heeft, maar ze heeft tegenwoordig een ochtendhumeur, jongen. Wauw. Nou, daar hebben ik en mijn twee zoons, we weten het wel tegenwoordig, hoor. 'S Morgens vroeg niks zeggen tegen mama. Toen dacht ik, mooi zo. Dat is ook een keer diezelfde vent. Toen stonden we afscheid te nemen. We hadden met z'n allen wat samen gedaan. We stonden op het punt om ieder zijn weegs te gaan. En werd hij gebeld op zijn mobieltje. En dat was zij dan, hè, zijn vrouw. En ik hoorde hem zo zeggen met een vrolijke stem. Wat heb ik nou weer fout gedaan? Of wat heb ik nou weer vergeten? Wat heb ik nou weer vergeten dan? En er was dan iets van dat hij om moeten denken. En zij wil, ja, dat jij al moet denken. Maar dan was ik wel vanuit gegaan. Ook een keer gehad met, over vrouwen dan. Hè? Die vrouw is gelukkig geen moeder geworden. Maar dat was toen mijn vaste vriendin. En dat was in een weekend. En zij was de deur uitgegaan om boodschappen te gaan doen of zo. Ja, te gaan shoppen. Ze deed bijna geen drol in huis. Dat is een typische moderne vrouw. Toen ging ze shoppen of zo. Ze moest de stad in voor nieuwe panties of zoiets. We woonden toen in het centrum van Arnhem. En het was wel aardig weer. En toen dacht ik van kom, ik ga joggen. Dat deed ik toen. Dus ik doe mijn joggingspul doe ik aan. Ik stop mijn huissleutels in mijn jaszak.
En ik ga de deur uit. Ga lekker joggen. Dan kom ik thuis een tijdje. En zit zij in het trapportiek op de trap te wachten voor een dichte deur. Die Tuthola, die was lekker de stad ingelopen, maar geen sleutels meenemen. Nee, waarom zou je? Is niet zo handig van haar natuurlijk. Ja, en ik was dus het bos in om te joggen. En toen moest zij dus wachten. En boos dat ze was, joh. Ja, wat is dat? Dan zit ik hier de hele tijd te wachten. En ik denk van ja. Ja, sorry hoor. Maar, hoe oud was ze? Ze was 8 jaar jonger dan ik. En hoe oud was ik toen? 36. Dus ze was 28. Dat is gewoon een mens van 28. Als je door de deur uit gaat, dan neem je toch sleutels mee? Wat is dat nou? Ik ga hier, ga ik nooit de deur uit zonder sleutels. Ja, dan woon ik ook alleen. Maar zelfs al is mijn dochter thuis, als ze dan hier wel eens wassen. Zelfs al was mijn dochter dan hier, dan nog neem ik mijn sleutels mee. Of was het alleen maar omdat ik helemaal geen zin heb om als ik erin moet, dat ik op een knopje ga drukken en een ander moet opstaan en voor mij de deur open doen. Dat doe je toch niet? Dat valt een ander toch niet lastig met dat soort futiliteit aan. Je neemt gewoon je sleutels mee. En dan vrouwen komen niet verder dan de sleutels vergeten en dan moeten ze een tijdje wachten en dan gaan ze de man in kwestie maar even uitschelden. Ja, en dan krijg je dus, die is gelukkig geen moeder geworden. Ze zou maar een moeder geworden zijn. Dat was een drama, jongen. Met zo'n vrouw. Wel verstandig van mij dat ik haar niet zwanger heb gemaakt. En uitermate onverstandig van mij dat ik die andere wel heb zwanger gemaakt. Dat had ik niet moeten doen. Die was heel erg dom. Ik was een beetje koning Willem-Alexander. Een beetje dom. Weet je nog, met Maxima, dat ze dat zei. Dat vind ik ook zoiets, hè? Het was natuurlijk een stomme opmerking van koning Willem-Alexander. Maar ja, dat hele hijsa-gedoe, dat kwam toch wel eventjes doordat hij dan een vrouw had gewipperd, uitgezocht. Met een uitermate merkwaardig verleden, hè? Die familie Sorgheta, die vader van haar was minister onder het regime van, hoe heet die vent? Fidela of zo. Dus zij sleurt die problemen mee naar Nederland. En hij maakt dan een opmerking. Een hele halve pers over hem heen. En dan gaat zij doodleuk zeggen. Ja, hij is een beetje dom. Ja. Zo, dan ben ik blij dat ik niet getrouwd ben met die iemand. Zeg. Dat laat je toch niet zeggen. En dan weet ik wel, dat is allemaal in scène gezet. Dat is allemaal doorgenomen met een marketingbureau en een PR-bureau en een image-building-bureau. Ze hebben waarschijnlijk nog eerst geoefend met een nep-presentator. Maar dan nog, die koning Willem-Alexander, die zit er daarnaast. En zijn vrouw, die gaat het dan even zeggen in de camera. En wie is er de lul? Ja, hij natuurlijk. Maar goed, hij krijgt er dan nog ruim voor betaald. Ik ben afgezekerd door mijn ego en ik krijg er helemaal niks voor betaald. Het heeft me, sterker nog, het heeft me alleen maar geld gekost. En het gaat nogmaals, het gaat niet over mijn positie. Want, ach man, dat is, denk je nu echt dat ik ongelukkig ben? Nee, verre van dat. Ik heb een nieuwe baan. Ik ga morgen om 7:30 ga ik weer met frisse moed aan de slag. Heb ik een hele zware dienst van 4,5 uur. Jazeker. Ga ik weer gehandicapte bedden afnemen, afruimen, afhalen. Gangen dweilen. Andere dingen stofzuigeren. En heerlijk programmeren. Ik heb net een potje schaak gewonnen op de computer.
Dat was een hele goede schaker, moet ik zeggen. Die was niet dom. Nee, maar ik was net iets slimmer. Ha, 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 ha. Dat scheelde, jongen. Dat was echt. Want hij was bezig om mijn mat te zetten. Ja, ik ben ook niet gek. Dat was rekenen, joh. Wacht eens even, dan doe ik dit. Dan moet hij dat doen. En dan ga ik die set doen. En dan heeft hij dus één move. Mag hij zelf kiezen. Nou, dan zal hij wel dat doen. En dan doe ik die. Dan heeft hij weer even vrij. Dan zal hij wel dat doen. En dan scheelt het dus. Dan moet hij nog maar één set. En dan sta ik mat. Maar ja, dan kom ik met mijn set. Poef. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hup, weer een paar punten erbij. Dus ik sta weer op 1599. Jazeker. Hé, hey, met mij gaat het wel goed hoor. Maar kijkend dus naar al die moeders hè, die je moet vergeven. Ja, dat wordt nog wat. En je hebt dus die beweging in Amerika, die heet MGTOW. The Men Going Their Own Way. Dus MG, MGTOW. MGTOW, zeggen ze dan. MGTOW. Van, vrouwen zijn leuk voor de seks en voor de rest zo snel mogelijk uit de buurt blijven. Voor zo snel mogelijk weg zijn, zeg maar. Dus wippen, was ik weer? Ja, wippen, ontbijten en pleiten. En maak ze vooral niet zwanger. Je hebt ook nog zoiets, het heet spermjacken. Dus je hijjacken, dat betekent ontvoeren. En een spermjacking, dan wordt je sperma ontvoerd. En het werkt als volgt, dat een vrouw dan seks heeft met jou. En jij dan net eens een condoom gebruiken. En dan ben je klaar met de daad. En dan doe je hem af en dan knikken je die volle condoom in een vuilnisbakje of zo. Prullenbak. En dan val jij lekker in slaap. En dan wacht zij tot je slaapt en dan sluipt ze het bed uit en dan pakt ze die volle condoom. Die draait ze binnenste buiten en die stopt ze erin. Hè? Ja. En dan even later gaat ze tegen jou zeggen van, nou, ik ben zwanger en ja, dat moet van jou zijn. En jij zegt, ja, hoe kan het nou? Hoe kan het nou? Dan zegt ze, nou, er was misschien een condoomlek. En dan denk je, ja, ja, misschien was het nou zo. Nou, dat was dan waar de wil van het universum. Nee, het was niet de wil van het universum, het was haar wil. En zij is dan zwanger van jou en dan ontpopt ze zich als een of ander monster en dan mergelt ze je uit. Oh man, en dan is het huilen. Hè? En vooral in Amerika hoor, daar zijn die vrouwen oppermachtig door de wetgevingen. Die staan als één man achter die vrouw. Ook al is je sperm gejackt, dat maakt niet uit, je bent de bok jongen. Er zijn zelfs gevallen bekend dat een vrouw, die had dus zwanger laten maken door een man. Nou, dat ging na 2 jaar, zei ze iets van, nou flik hem erop, ik red het wel zonder jou. En, maar ja, dan heeft ze toch geen kerel in haar leven en dan moet het dan met de boormachine en de auto halen en zo. En dan begint ze weer een relatie. En dan woon je als man dan met haar een paar jaar samen en dan kom je erachter dat het helemaal geen aardig persoon is en die kinderen zijn dus niet van jou en die accepteren jou ook niet als vader en zij ook niet. Je mag er dan zijn als toyboy en dan de auto te halen en een boormachine te regelen, maar je hebt geen kinderen van haar gekregen daarmee. Nee, dat zijn haar kinderen. Jij moet alleen maar facilitaire hulp. Nou, dan ben je dat bestaan, ben je beu. Dan denk je, nou, ik hou ermee op. Ik ga weer op mezelf wonen. Ja, dan klaag ze je aan. Dan kan je alimentatie gaan betalen. Ook voor de kinderen. Ja, je gelooft je eigen oren niet wat je in Amerika kan overkomen. Hè? Heel wat mannenlevens, hoor. Die zijn totaal verwoest. Ik heb ook zo'n verhaal hier in Nederland, hoor, van een vrouw die was de vaste vriendin van iemand. Toen ging ze seksuele avances plegen tegen een van zijn beste vrienden. Toen heeft dus die beste vriend tegen die man gezegd van, nou, wat afgelopen weekend gebeurd is zus en zo. En die vriend zei, wat hebben ze gedaan?
Dus hij naar zijn vriendin toegestapt. Heb jij met die en die dat en dat, zus en zo. En die vrouw die ontkende alles in alle toonhoogtes, toonaarden. En die zei dus tegen haar van, nou, dat heb ik helemaal niet gedaan. En hoe kan je dat nou van mij denken? En dat doet die man gewoon om een wicht te drijven tussen ons, hoor. Ik vind dat je nou moet je wel. Nou, maar wat denkt die man wel niet? Dat hij ons uit elkaar kan drijven? Dus dan heeft die man dus zijn beste vriend vaarwel gezegd. Van jou wil ik nooit meer zien. Nou, dat feest met die vrouw, dat ging 5 jaar goed. Toen hadden ze 2 kinderen. Het heeft ze hem de deur uitgedonderd. Het huis behouden en een leuke alimentatie. En hij zat op een kamertje bij een hospita. Gelukkig met een fulltime baan, zodat hij de alimentatie op kon hoesten die niet zuinig was. En zijn kinderen wilden hem niet meer zien. En dan wel 1500 in de maand betalen of nog meer. Ja. Is je hele leven voorbij, man. En ga zo'n moeder maar eens vergeven. Ik heb de mijne vergeven, hoor. Dus, ik weet nou dat vrouwen, die moet je meten met een andere lat dan een man. En niet alle vrouwen, sommige vrouwen zoals die 1, 2, 3 die ik dan kende, denk ik, nou, die mag je aan mannelijke eisen laten voldoen, want dat voldoen ze. Als die vrouwen tegen je zeggen dat en dat is afgesproken, dan is dat ook afgesproken en dan houden ze zich eraan. Een goede types. Die besodemieteren je ook niet. Maar 19 van de 20 is echt van een heel ander hout gesneden. En, ja, die moet je meten met een andere maat. En van die vrouwen moet je niet te veel verwachten. Even voor de mannen dan. Hè? En dat idee van MGTOW, van nou, dan doe je wippen, ontbijten en dan pleiten. Dat zou ik niet doen. Ik zou er geen seks meer hebben. Punt 1, het kan misgaan in die zin dat ze toch zwanger worden. En ja, in 9 van de 10 gevallen zal je uiteindelijk je kind niet meer zien. En wordt je kind dus opgegroeid, gaat je kind opgroeien zonder vader? Nou, dan mag je een mens niet aandoen. Dat is kinderverwaarlozing, kindermishandeling. Die vrouwen mag je niet zwanger maken. Wees heel terughoudend erin met het seks hebben met zomaar een vrouw. Dat je eerst goed weet wat voor een type het is. Ja. Ja, kan zo'n vrouw bijvoorbeeld met teleurstellingen omgaan? Dat is een erg belangrijke. Ja, je maakt een afspraak met haar en dan liefst het allemaal nog in de periode van zonder seks en zo. Hè? Alleen maar een afspraak. Nou, en dan komt er iets tussen en dan moet je haar bellen en zeggen van, nou, sorry, het kan vanavond niet doorgaan. En als zij dan begint van, ja, maar ik heb er al rekening mee gehouden en wat doe je me nou aan? En ze gaat het heel moeilijk doen. Ja. Ja, dan weet jij eigenlijk al genoeg, hè? Dan moet je daar niet mee doorgaan met zo iemand. Want zo hoort het niet. Kijk, als het schering en inslag is, dat jij je niet aan je afspraken houdt, dat is wat anders. Maar als het een keer voorkomt en waar je dus niks aan kan doen, en ze gaat dan zo uit de plaat. Ja, jij kon er niks aan doen en toch krijg je al die bagger over je heen, snap je? En dan moet je niet denken dat zo'n vrouw dat registreert en dan in de gaten heeft dat wat zij doet, dat heel vervelend is voor jou. Want dat soort vrouwen, die hebben juist dat niet in de gaten. Want anders zouden ze ook niet zo reageren. Stel, de afspraak kan niet doorgaan omdat je moet overwerken. Nou, een vrouw met begrip. Hè, dan gaat het dan, daar zit het vaak het punt, hè, wat ze niet hebben. Maar een vrouw met begrip, die zegt dan, oh, wat vervelend voor je. En moet het laat worden of zo voor jou? Of ben je nog een beetje op tijd thuis of zo, hè? Maar een vrouw reageert dan zo. Als een vrouw zo reageert, ja, dat is de goede, correcte reactie. Ja, ik zeg het er maar even bij. Hè. Vooral voor jullie jongelingen. Voor jullie staat het leven nog te beginnen. En ik kan je adviseren, hoor, als man dus. Hè, een kind, jongen, het is de hemel op aarde.
ongelooflijk leuk. En zorg ervoor dat je dat kind samen opvoedt met een lieve vrouw. Een lieve moeder voor je kinderen. Dan heb je het voor elkaar, hoor. Dan mag je uitzien naar een enerverend en interessant leven. Waarin je veel zal meemaken. Waarin je zal groeien. Waarin je zal leren. In plaats dat je een leven tegemoet ziet waar je uiteindelijk heel gefrustreerd met een scheiding in je nek en allemaal toestanden en je ziet je kinderen nooit meer. Want daar groei je niet van. Daar raak je hooguit verbitterd van. En dan moet je dan die moeder gaan vergeven. En die kinderen zo dadelijk ook. En oh man. Nee, voorkomen is beter dan genezen. En kies voor een lieve, goede, stabiele, betrouwbare, liefst christelijke vrouw. Ja. En ben jij zo'n toffe vrouw? Nou, ik wens je veel kinderen toe. En een man die lekker elke dag onder de douche gaat en positief in het leven staat en hopelijk de Bijbel begrijpt. En hij hoeft helemaal niet een command executive officer te zijn van Nokia of zo. Maar gewoon iemand is die werkt in de bouw of in de elektrotechniek of zo. Dat is goed genoeg. Ja. Misschien word je dan niet heel rijk. Dan kan je misschien niet 3 keer per jaar op vakantie. Maar dat hoeft toch ook helemaal niet. Ja. Nou dan. En dan zeg ik op zijn hamburgers. Heel tevreden vanuit mijn flatje hier in Arnhem. Tjus. En dag toekomstige ouders.